In deze video zal Celine in verschillende challenges moeten raden wie of wat Michiel is. Kan Celine bijvoorbeeld raden welke tekening Michiel gemaakt heeft? Of kan ze raden achter welke deur Michiel staat? En aangezien ik Michiel ben, hoop ik dat Celine toch voor mij kiest. Veel kijkplezier. Let's go! Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. Mijn naam is Laura. En ik ben Jasper. Jij moet vandaag in 6 verschillende challenges proberen raden wie jouw vriendje is. Voor de eerste challenge wordt Celine geblinddoekt. Zie je iets? Nee. Oké, blijf gewoon staan. Oké. Boem. Nee. Ja, hoeveel vingers toor ik? Zijn ze niet? Nee. Celine is geblinddoekt. Waarom ben je zo mooi vandaag? Echt, omdat hè? Celine mij moet vinden in 6 challenges. Dus ik dacht, ja, ik ga vaak in beeld zijn, dus ik ga me toch een beetje opgaan. Maar bij de eerste challenge moet Celine raden wie ik ben. En ze mag alleen maar ruiken. Oei, oké. Okay. Ze mag ons niet aanraken. Dus jij gaat eruit. Want jij bent al een beetje. Want jij stinkt. Hij stinkt! Nee. Waarom zeg ik dat? Jij mag Celine begeleiden. Ah. Want Celine ziet niks. Wij maken geen geluid. Amai. Ruiken, dat is ook zo duur. Ben je klaar? Oh, man. Ja? Oké. Okay. Nee, dat is Bram. Oké, okay, next. Het feit dat ik al zo door mijn knieën moet gaan, denk ik niet dat dat Michiel is. Wauw, slecht. Oh, bro! Ja, en hoe? Wacht, ik moet even denken. Bram, dan denk ik Jasper, Michiel, Laura. Oké, ik ga maar even de kop. En was ik de beste geur of de slechtste geur? Dat zegt ze niet. Dat houden we in het midden. We gaan naar de volgende challenge. Yes! Straks komen we naar hier, maar eerst gaan we Celine wegtoveren. Echte magie. Ja. Oh. Michiel! Waar is Celine? Ze is weg. Dus nu kunnen wij naar een nieuwe challenge. Voor deze challenge gaan wij allemaal een tekening maken. Dan gaan we alle tekeningen hier op tafel leggen. En Celine moet raden welke tekening ik heb gemaakt. Jullie mogen een onderwerp zeggen en dat gaan we tekenen. Jasper zei daar net een kerstboom. Oké, we gaan allemaal een kerstboom tekenen. En Celine moet dan raden welke kerstboom van mij is. Waarom is mijn kerstboom te laat? Mijn kerstboom is nieuw. Maar ja, dat nee, dat weet je niet of mijn kerstboom mee. Ondertussen bij Celine. Ik zit hier flink en ik speak niet. Echt waar. Cameraman is getuige. Ja, ja. Kijk naar die stem. Mooi, hè. Het ziet er anders uit dan die. Dit is best. Dat vind ik mooi. Wat is dat? Die is een sneeuwbal aan het doen. Zeker. Ja, oké. Ik denk dat het genoeg is. Celine! Dat is volgens mij van Jasper. Ik weet niet waarom, maar dat is typisch voor Jasper. Jasper? Die left-handed. Ja. Ik denk dat die van een van de meisjes is. Goed, dus. Ik ga voor Laura. She feels the pressure. En voor deze ga ik voor Ize. Dan heb ik nog die twee over. Het is wel echt spannend dat worden, hè? Ik weet het niet. Wat zou Michiel doen? Zo strikjes of zo? Zo blabla. Op een moment is Michiel een van die. Dat kan ook natuurlijk, dat ik er helemaal naast zit. Ik ga voor Michiel bij deze. Sorry als het fout is. En Bram. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Dan stel ik voor dat wij allemaal onze tekening nemen. En Bram, jij mag beginnen. Ik mag beginnen. Oh. Die heb je fout. Oh, die is van Ize. Jasper, neem maar jouw tekening. Oh, haar gezicht. Haar gezicht. Laura, neem jij maar die andere. Oh. En dat wil zeggen... Ik heb in het stil van dat jij ofwel Bram met mij hebt gewisseld of met Ize hebt gewisseld.
Ik denk wel dat Isa mooi is. Isa, gaan we het samen doen? Ik ga het een beetje zo. 3, 2, 1. Ah, yes! Yes! Wat? Hoezo? Hoezo? Céline heeft momenteel 2 op 6. Ja. Heel snel. Trots. Ja, je hebt bijna de helft. Bijna. En die tekening was volgens mij echt wel de moeilijkste challenge. Nu gaan we opnieuw op een rij gaan staan en mag je voelen aan de handen. Ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Ize heeft ook een ring aan, dus kan je die uitdoen als je wil? Oké, hebben jullie ringen toevallig? Nee, niemand. Oké, ja, ik denk het. Kom, okay, we gaan het beginnen. Zijn er handen aan? Voel mij. Niet te lang. Oh, sorry, chef. Oh, zo hoog. Ja. Oké, en de laatste. Oh, sorry. Deze zijde. Hoezo? Maar ja, okay. Als je vingers pakken, dan kan het niet. Ik heb het ja, echt. Als je vingers. Ja, hallo. Check dit. Ja, oké. Voel je het ook aan die Sanders, niet alleen aan de grote? Zachte handjes. Heb toch meer haar? Ja, dat dacht ik ook. Meer haar, wat is dat nu? Ja, nu heeft hij zo haar. Ja, ik heb geen haar. Ik moet eens voelen. Ik zou niet... Ja. We hebben hier 5 verschillende kleuren. Deze 5, geel, roze, groen, blauw en oranje. We mogen allemaal 1 kleur nemen. En de bedoeling is dat Céline raadt welke kleur ik heb genomen. Dus ik ga wel als eerste kiezen. Oh, hoezo? Jullie mogen ook een kleur nemen nu. En dan gaan we kijken tot wie Céline haar het meest aangetrokken voelt. Ik ben benieuwd. We gaan het niet weer stoppen. Ja, achter uw rug houden, hè. Je mag eerst zeggen welke niet. Welke niet? Ja, dat je al eentje minder hebt. Die niet. En van wie is die ook? Ja, maar Jasper! Ondervraag! Want als ik zou denken aan Ize, dan ga ik Ize bij blauw, Bram bij geel. Maar ja, als jij dan als eerste hebt gekozen, dan denk ik één van die twee. Oké, ik zal je al zeggen wat het een heel moeilijke keuze is. Het is één van die twee kleuren. Daarnet ging het dood tussen Ize en mij, dus... Oh, dik! Ja, je voelt je het meest aangetrokken tot Ize en mij. Ja. Ja. Dan... ik ga voor deze. Oh nee. Moeten we toon? Iedereen toont. Ah ja. Wacht, ik heb een... Nee, aan de beurt. Nee, ja, iedereen toont. Ja, de mijne is de toon. Jasper en Céline hebben geel aan. Nee, maar kijk. Welke had je bij mij gezegd? Geel. Céline. Oei. Oh nee, maar nu hè? 3, 2, 1. Wat een man. Het is een beetje eng aan het worden. I'm obsessed. Oké. Voor deze challenge hebben we 5 deuren. We gaan allemaal achter een deur gaan staan. En Céline moet raden achter welke deur ik sta. Oké, we stoppen hier. 1, 2, 3, 4, 5. En hierachter zie je niet wie er staat. We hebben het getest. Het toilet. Mijn nieuwe plaats. Doei. Het is donker. Céline staat in het toilet. Waar moet ik staan? Dat is de kikker. Wat? Dat is de kikker. Just the fuck. Ik denk dus wat. Ja, die zien. Ja, die zien. Oh, die deur is laag. Ze gaan hem daar. Misschien ook niet. Misschien dat ze al ontdekt. Wat denken jullie? Zou Céline denken, begin met de kleinste deur om de grootste deur. Doe jullie pas in schaar. Jij bent 2, ik ben 4. Oké. Tot 3. 4. Nee, 1 keer. 4. Maar waar is de baas? Wat zeg je? Maar ik meen dat niet. Kunnen jullie anders gaan staan dan ik met de deur die over is? Ja. Oké, ik ben net terug. Ik zie de 5 deuren voor mij. En het is hier super stil. Oh, toch niet helemaal. Maar ik heb echt geen idee. Dit is denk ik wel de moeilijkste challenge. Ik ga gewoon voelen. Misschien voel ik Michiel. Ik denk dat het deze is.
Wow. Yeah. Hallo? Ja, dit is wel echt moeilijk hoor. Oh, Robertje klopt binnen! Ja. Ja, dit is echt super moeilijk. 1, 2, 3, 4, 5. Ik ga gewoon voor de medicijn. Ik ga open doen in 3, 2, 1. Om eerlijk te zijn, als ik dit zou weten, zou het echt toeval zijn. Want... Yeah. Ja. Had je geen vuur? Nee, niet. Ook niet van Bram. Dat is Bram. Oké, next. We gaan Celine allemaal een zoen geven op haar wang. Celine moet raden welke zoen van mij kwam. Blinddoek gaat weer op. Ja, ik ga helpen. Dat het goed zit. Ja. Voilà. Ja, ja, ze valt. Top. Ik stel voor dat wij gewoon eens allemaal rondjes draaien. En vanaf dan zijn we stil. En dan gaan we gewoon langs bij Celine. Laten we weer springen. Laten we lekker los. Op de weg. Zwaren. Boy. Dikke zware boy, boy. Wat was dat, man? Oké, je mag je blinddoek afdoen. Mag het? Vijf niet. Oh, wie is Jasper? Jasper en Celine scheren. Jasper, salut, hey, Max. Hé, la balle. Sorry. Eén ook niet. Twee, niet. Zoom! Als je nu Bram bent, zeg je niet, hè. Dan wacht, waar is dat? Sebr. Sebr. Ja, dat is het. Sebi veranderd in Sebr. Ik ga zeggen welke nummer ik wel ga kiezen. Dus... En die moet vooruit moesten. Ja, ja, dus ik denk dat Michiel kus nummer 3 is. Direct zo. Ja. Wat ik heb echt geprobeerd dat je bent. Ik deed echt zo. Ja. Zo. Ja. Wacht, ik heb een vraagje. Waarom dacht je dat ik het niet was? Ja. Bij 15.555 likes komt er een deel 2 en moet ik in verschillende challenges raden. Dat wil ik zien. Wie is er? Wat de druk ligt nu al heel hoog. Ik wil wel. Even een applaus, 5 op 6. Ja. Hopelijk vonden jullie het leuk. Bedankt om te kijken en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace!